Na het middelbaar voelde ik dat ik nog net niet genoeg kennis of codeerervaring had om te beginnen werken. Na een beetje zoeken kwam ik bij multimedia productie uit. Ik had al een bachelordiploma op zak, maar ik wou graag nog een nieuw avontuur starten. Bij multimedia productie kon ik mijn creatieve ideeën omzetten in professionele projecten. Na het eerste algemene semester koos ik voor het keuzetraject audiovisual design. En vooral voor de variatie die daar aan bod kwam, sprak het mij enorm aan. Je leert filmen, monteren, geluid opnemen en bewerken, 2D en 3D motion graphics maken, live events capteren en streamen. En bovendien ontdek je ook hoe je een verhaal vertelt, de spanning opbouwt en de kijker volledig meesleept. Ik koos voor het keuzetraject New Media Development. Hier leren we om nieuwe technologieën en trends snel op te pikken. We leren ook software maken met behulp van de nieuwste frameworks en systemen op gebied van nieuwe media. Daarnaast krijgen we de gelegenheid om creatieve interfaces te ontwikkelen met behulp van virtual reality en hardware. In het eerste jaar krijg je zowel theorie als praktijk, maar in het tweede en derde jaar gaat de focus steeds meer liggen op de praktijk. Door die praktijklessen leren we elkaar en onze docenten echt kennen. Ze nemen de tijd voor je te begeleiden waar het nodig is. En ook als je bijvoorbeeld in het buitenland wil studeren of stage doen, zorgen ze ervoor dat je alle informatie krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat je in de grafische en digitale sector sowieso werk vindt. En de kans bestaat dat je op je stageplaats een vaste job krijgt aangeboden. Dankzij de hulp van Artepreneur ben ik ook student-ondernemer kunnen worden. Een boost voor mijn zelfvertrouwen en misschien wel een stap naar het leven als zelfstandige. Ik ben Ruben. En ik ben Bo. En wij studeren multimediaproductie aan Artevelde Hogeschool.